bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Ik ben kijken, ik ben goed. Oh, die is wel gaaf. Ik vind het heel gaaf. Ik voel me hier erg oncomfortabel. Ja? Ja, heel erg. Ik voel me hier erg oncomfortabel. Hier een step. Wat is dat hier? Ja. Wat doe ik hier? Ik moet hem nog zelf... Ja, maar dit moet je uitknippen. Nee, je moet hem eruit uitknippen. En dan moet je hem weer knippen. Oh, nou. Goed, hè? Nee, dat is heel zacht. Misschien wordt het hard met dit eroverheen. Je moet er... Ja, volgens mij past hij wel bij jou. Hij is op maat gemaakt. Voor mij is hij wel wat groot. Maar hij is knipbaar, dus je kunt een hoog stukje dus uitknippen en op elkaar schuiven. Ja, blijf het maar zitten. Ik zit wel gewoon volgens mij wel zo. Ja, dan naar 14. En ja, vorige keer was hij 13. Maar dat is een andere. Ja. Ja? Maar dit is niet eng. Dat is niet eng? Oh, nee. Oké, nou, ik zou denken of zo dat er gewoon een beest pijn is, weet ik veel. Ja. Nee, ja, dit ziet er lekker uit. Ja. Ja. Mooi. Maar als je kind is, heb je toch wel echt iets. Ja. Dan weet ik niet wat er mis. Nou, ik wel. Keer de dag verwekt. Kom maar. Ja, nee. Het is ook weer blauw. Oh, gaat van kleur. Ready? Ja. Oké, okay, goed. Kerstjas. Kun je hem afhalen? Ja, ik kan helemaal eraf. Oké. Okay. Nou, leuk. Ja, klopt. Ja, hier. Meer dan een... Echt wel. Ja. Dit en dan drie kleuren. Ja, wit en roze. Ja, wit en roze. En hiervan had ik wit. En, ja. Of hiervan hadden we roze en daarvan hadden we wit. Dus hier zit ook nagellak. Dit is gewoon gel, dit is gel. Oké. Gel. Ja, dat is de verkoopprijs die erop staat. Ja, uit Disney. Nee, hij is gewoon hetzelfde hoor, 22. Die is wel leuk, hè? Ja. Hij is ook... Normaal is die ook 22 euro. Ik hoop dat dat plakkertje nog goed afgaat. Nou, de doos dan. De doos...
zo meteen even proberen. Ja, aan het werken. Nee, ze zeggen, haal die meneer Manders. Ja. Oké, okay, heel goed. Niet alleen die vrouw, maar ook de vrouw zelf. Ik ben er wel achter dat die fatbikes en al die andere snelle fietsen hier wel echt iedereen, maar ook allemaal dezelfde hebben ze. Ja. Dus dat is ook wel hetzelfde merk echt, ook allemaal. Wel echt allemaal verschillende prijzen. Ja, allemaal verschillende prijzen. Iedereen heeft hem hier. Eén is duurder, andere is goedkoper. Ja, maar dat is altijd natuurlijk, hè. Ja. Je moet de goedkoopste zoeken. En als je dan zegt, hij is daar goedkoper, dan gaan ze echt van, goedkoper. Ja. Hier staan ze. En toch is het weer lekker druk. Ja. Ik moet zeggen, het is altijd wel druk hier. Ja. Altijd. Inderdaad. Deze. Ja. D4 komen er vandaan. Ja. Ja, maar dat is niet echt. Ja. Dit is ook wel een mooie kleur. De blauwe. Het is wel een mooie kleur. Ja. Ja, lastig hè. Deze is gewoon helemaal. Hier zit niks bijzonders aan. Zoals hier. Normaal goud. Nee, ik weet niet of het echt goud is, maar. Misschien is dan die ene het leukste dan. Ja, ik denk dan deze. Even kijken. Ja, dat weet ik wel. Ik ga even kijken naar deze hoe dit. Sterretjes. Nieuwe dan. Douwe. Oh, het zit zo. We gaan gewoon. Ja, kan dat ook? Ja. Of is het, ja. Nee, ja, ik zat even te kijken of het. Of dat zo. Ja, nou dat denk ja, ik. Ja, deze dan. Kijk eens jonge dame. Kijk, mooi zakje ja, erbij. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Nee, super, dankjewel weer. Hoi. Dankjewel. Ja. Ja. Broekjas, hè? Even een broek. Ja, een broek over een broek, hè? Een broek over een broek. Ja, ja, ja. Ze weet haar maat niet meer. Deze heeft er al een paar thuis. Alleen ze weet nu haar maat niet meer. Die heeft ze uitgeknipt. Ik had namelijk van de zomer al de bestelling klaarstaan. Maar toen dacht ik, oh, ik twijfel echt over die maat. Ja. Had je hier vorige keer ook Ja, heb ik ook. Oh, oké. Okay. Hij zit ook echt. Ja, goed. Ja, jammer van streepie. Het hoort erin. Oh, het staat zo mooi hoor. Ja, hè? Moet jij van de streepie. Ja, een streepje. Als het een streepje weet, zit het nog voor haar. Hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. En nu echt mooi broek, joh. Ja, een hele mooie broek. Heb je de streepjes ook horizontaal? Nee, wel blokjes. Wel blokjes, oh, ja. Ja. Oh. Wat een vrienden, hè? Allemaal vrienden. Zijn broer en zussen en vrienden. Nee, hoeft niet. Ja, nee. Maar hoe die staat. Hij staat net als al die anderen. Maar toch weer een broek erbij. Ja, voor ja, zon. Hè? Ja, zon. Ja, heel goed. Ja. Moet ook gebeuren. Deze. Ja, een nieuwe riem. Ja. Eerst. Ja, dat is een Ja, en dan gooi je het met een. Nou, nu wil ik dat ook proberen.
Maar gratis. Zijn ze gratis hier? Tuurlijk niet. Niks is gratis hier. Beertje plakken. Ja. En dit is zo'n wakspotlood. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik ook. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dit past er niet aan bij. Ja. Deze. Dat vraag ik niet. Dat vraag ik niet. Ik ook niet. Ja, dit is zo'n koord. Kijk, voor aan mijn telefoon. Alleen deze. Ja, dit. Ik weet niet. Het zakt telkens uit elkaar. Oh, oké. Het valt. Het zakt een beetje snel uit elkaar. Dus. En met knopen in kan ik het weer niet verstellen. Dus ja. Dus nu heb je weer een nieuwe? Ja. Oké. Het wordt wel een beetje bewolkt, hè? Ja. Maar het is wel minder koud als vanochtend. Ja, dat is waar. Daar ben ik met je eens. Vanochtend was het echt wel fris. Maar ja. Nu is het nog, het is nog steeds niet hartstikke warm, maar het is nu wel gewoon te doen. Ja. Hoe zit dat nou? Kijk die broek. Een legging. Nee. Ja. Ja, dat is een legging. Ja, ja. Dat is een push-up. Hoe is dat te brengen? Zeker. Ja, daar die man. Mama, papi. Deze broek werd toen echt gekocht? Ja, die is een mes gekocht. Oh, ja, oké. Okay. Ja, die heb ik al. Die heb ik mes gekocht. Ja. Vind ik het niet rood genoeg? Niet rood? Nee. Ja, dat is het enige rood wat je aan hebt, dus wat rood. Kijken. Deze mag ik ook niet aan, zeker? Tuurlijk wel. Geen zebra, hè? Dat is een ruitje. Leuk, toch? Vier. Kijk, toch nog even zo'n mat? Ja. Wil je er één of twee? Ja. Ja, we kunnen twee meenemen. Kunnen we zien of wat is. Ja, opzij. Meneer Belang. Eén van zolder. Ja, dat is ook hoor. Want, stel even, wat is er weer voor? Dit leg je na, als de kattenbak, hebben ze natuurlijk allemaal nog steentjes aan hun pootje zitten en zo. En dan gaan ze hierop staan en dan valt dat hier in. Of ze niet lekker overheen te lopen. Dan springen ze eroverheen. Dan springen ze eroverheen. Ja, ja, klopt. Dan denk ik dat het nog aan overkomt. Ja, ja, dat gaan we zien. Okay. Maar goed, dan liggen ze hierin en dan kan je hem ook in de foto kun je zo eruit schuiven. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Hebben we er twee? Nou, dit is... Nee, dat is... Inderdaad. Die had er zin in, hè? Nee, echt totaal niet. Die had geen zin in de baan, dat kon je wel zien. Nee, echt totaal niet. Nee. Hey, maar zullen we naar huis gaan? Ja. We hebben nog niet alles gezien. Nee. Ik denk de helft van de hallen niet. Nee. Maar je moet er nog leren. Ja. Want deze week heb je nog een paar toetsen. Inderdaad. En daarna vakantie. Jee. Dus dan heb je iets meer ruimte. Ja. Maar voor nu gaan we gewoon naar huis toe. Inderdaad. Dus we gaan even naar buiten lopen. De uitweg zoeken. De uitweg, ja. Goed. Ready? We hebben de uitweg gevonden, hoor. Uitweg gevonden. Zo, nu we naar gaan de auto. Naar de auto, jongens. Ja, we zijn thuis. Ja, daar ben ik. Ja. Daar ben ik dan, hoor. Daar is ze. Ja.
eventjes bekijken wat ik nou precies allemaal heb. Als eerst heb ik hier dit diamond painting beertje. Die dan met deze steentjes moet je dus het beertje zo gaan beplakken. En hebben lijm. En dit is een waxpotloodje. En dan heb je nog een hanger erbij. Dus dat is score 1. Dan heb ik hier deze pin van Disney. Want daar hebben we natuurlijk aardig wat van. En nu heb ik er nog eentje. Een limited edition van 2021. Christmas countdown. Dus ja, die. Dan dit koord voor aan mijn telefoon. Nu heb ik deze blauwe. Hij zit vast in mijn capuchon. Zo, nu heb ik deze blauwe. En ik heb dus nu eventjes deze eruit halen. Ga open. Heb ik deze roze. Ja, dat past ook wel bij elkaar. Oké, nou deze hebben we niet nodig. Kijk. Tada. En dan doe ik deze. Dit heb ik in principe niet echt nodig. En dan kan ik dus dit, kan je er dan zo van afhalen. Dan kan je zo naar beneden schuiven. En dan kan je hem eraf halen. En dan heb ik deze armbanden nog. Kijk, ik zal even zo. En dan ga ik deze nu afdoen. Want ik heb dus deze 4. Heb ik dus vorige keer ook al bij die stand gekocht. Dus nu heb ik er weer een paar van. Even kijken hoor. Even openmaken. Dit keer heb ik voor wat blauw gekozen. Dit was wat meer paars met rood. En dit is dan weer echt heel erg blauw. Ja, kijk hoe mooi. Ja, ik vind het echt super mooi erbij. Nou, ja. Even kijken hoor. Deze is wel mooi. Die ook. En deze heeft een... heeft met zo'n steentjes eraan. Dus het ziet er wel heel apart uit. Maar ik vind... Ja, het zit natuurlijk nu echt helemaal blauw. Helemaal hier en dan die andere kunnen daar. Dus ik moet even een beetje mixen. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dus dit was mijn aanwinst. Dus in ieder geval, dit was het weer. Tot de volgende. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!